Hoe is het mogelijk dat jij zo ongelooflijk dom bent? Misschien heb ik dat wel van jou. Sorry? Oh! Wat zei je daar? Oh. Hij had het nog eens. Yo jongens, meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En we gaan na een hele lange tijd weer eens reageren op Brugklas. De leukste en grappigste serie van heel Nederland. Jawel. Goed, het is echt een hele lange tijd geleden dat wij hebben gereageerd op Brugklas. Ik weet ook echt totaal niet waar het allemaal over gaat nu. Ik volg niks, ik weet niks. Maar ik heb hier week update 11 van Brugklas, seizoen 9 voor me. En ik ga die lekker met jullie samen kijken. En ik heb er echt heel veel zin in, oprecht. Omdat ik al zo lang niet heb gekeken, dacht ik gewoon van, ik ga er gewoon weer eentje knallen en ik heb er gewoon zin in. En we hebben het allemaal natuurlijk gehoord, de lockdown is weer ingegaan, 3 weken lang nu. Ja, hij wordt verlengd tot en met 9 februari. En 9 februari ben ik jarig, laten we hopen dat het dan voorbij is. Maar goed, ik ga leuke video's voor jullie maken, dus maak jullie geen zorgen, het komt allemaal weer goed. Dan is het nu tijd om de koptelefoon op te zetten en we gaan gewoon lekker beginnen, let's go! Hello everyone, welkom bij de nieuwe Brugklas Weekupdate. Dankjewel. Zo, het is echt lang geleden. Het eerste uur heeft Pieter les van Volmers, waar iedereen het maar over één ding heeft. Namelijk dat Timo op de intensive care ligt. Oh, wat dan? Zo is het erger voor Sophie dan voor Timo als Timo doodgaat. Nou, omdat Sophie het merkt en Timo niet. Ja, maar... Goedemorgen allemaal. Oh, meneer. Hoe is het met Timo? Er ligt dus blijkbaar iemand Sophie, in het ziekenhuis. Die blijft voorlopig even thuis, totdat duidelijk is of Timo... Totdat Timo ook weer beter is. Meneer? Ja? Hier staat dat iedereen die niet gevaccineerd is heel snel ziek kan worden. En wij het gaat bijna over corona, lijkt wel. Gevaccineerd. Nee, dat klopt. Ik hoor vaccineren, vaccinaties, besmettelijk. Iemand ligt op de intensive care. Over vaccinaties. Jullie zijn natuurlijk nog niet gevaccineerd. Maar de kans dat je ziek wordt is zo klein, dus daar zou ik me geen zorgen over maken. Voel jij je ook suf? Ja, wel een beetje eigenlijk. Ja, wat je opnoemt zijn wel symptomen van meningokokken. Heb je ook nog ergens anders last van? Ze zeggen hier meningokokken. Wat is dat ook weer eigenlijk? Meningokokken. Nou, ik weet nu even niet 1, 2, 3 wat dat ook weer was. Maar volgens mij proberen ze hier zeg maar corona na te spelen. Dat ze zeggen meningokokken in plaats van corona. Maar ze bedoelen denk ik gewoon corona. Want het heeft echt, ja, alles is hetzelfde. Vaccinaties en gewoon al die symptomen dingen. Ik denk dat het gewoon corona is waar ze het over willen hebben, zeg maar. Maar dat ze het gewoon brengen als meningokokken. Ja, wel een beetje van een stijve nek. Oeh, hij heeft last van een stijve nek. Waarom gaan we rest niet zitten? Ja, ik wil niet besmet worden. En sommige leerlingen hebben symptomen van meningokokken. En daar wil ik dus niet naast gaan zitten. Oh jongens. Aan de kant. Anderhalf meter. Ja jongens, kijk. Ze vinden hem nu vies. Misschien moet je een beetje afstand houden. Ja, iets van 1,5 meter of zo. Ja, ik heb echt geen zin om straks naar het ziekenhuis te moeten net als Timo. Straks ga ik nog dood. En ik vind mezelf er echt nog een beetje te jong voor. Ja, schat. Schat, je bent ook te jong. Dat is helemaal waar. Je hebt gelijk. Maar volgens mij gaat het echt over corona. Nu, ze zeggen hier ook 1,5 meter afstand. Maar ja, leuk. Lekker actueel, hè, jongens. We hebben het er niet vaak genoeg over, toch, hè? Op één keer heel duidelijk stellen... Ja. Dat de kans dat een van jullie besmet raakt ontzettend klein is. Dat is fijn. Fijn om te horen. Mocht het dan toch zo gebeuren dat je denkt, ik heb... bepaalde symptomen of wat ook, is het wel zaak om daar zo snel mogelijk melding van te maken. Hè, want er is wel een behandeling voor natuurlijk. Ja. En Timo is ernstig ziek, maar hij is niet dood, hè? Farid Sushi. Nou, fijn jongens, Timo is niet dood. Een gelegenheid waarmee hij niet zo goed raad weet. Zijn zusje woont namelijk in een ander pleeggezin dan hij. Hoe vier je dan een verjaardag? Wat ben je aan het doen? Ik voel een cadeautje. Voor wie? Voor mijn zusje. Dus zo, ik ken echt al die verhalen gewoon helemaal niet. Ik weet niet eens wie dit zijn. Ja, oké, okay. Mickey wel, maar ik weet niet wat daar... Backpark? Ja, brugklasnaam is, zeg maar. Toch? Maar dat is toch superleuk met al die attracties en zo? Zo. Dat is echt vet duur, man. Hoe duur is het? Te duur. Ik weet misschien wel hoe je aan geld kan komen. Hoe dan? Ze moeten geld gaan fixen. Moet ik even met de rest van de klas praten, ja? Kom maar later op terug. We maken namelijk aardrijkskundewerk een stuk of... Ze gaan geld inzamelen. Zodat Farid weer met zijn zusje naar een pretpark kan. Kunnen jullie mee? Oké. Ja, sport, toch? Ja.
het petpak en het trek. Ah, lijp. Oké, ze gaan dus aardrijkskundeprojecten maken voor andere leerlingen, zodat zij geld krijgen en hij, Farid, met zijn zusje naar het pretpark kan. Super slim. Lekker bezig, jongens. Ondernemen. Ondernemen heet dat. Het is iets van 60 euro in totaal. Oké. En we vragen 5 euro per leerling. En we hadden niet van 10 minuten al 5 leerlingen. Dus dat komt sowieso wel goed. Ik heb van jullie 18 werkstukken gekregen. Ziek, ziek. En dat is op zich niet zo vreemd. Maar ze zijn allemaal hetzelfde. Maar wat wel vreemd is, dat het 18 vergelijkbare werkstukken zijn. Oeh. Ja, in de helft van de werkstukken gaat het over de Grand Canyon. En daarin worden nagenoeg dezelfde onderwerpen behandeld. En in de andere helft gaat het over diverse weetjes, feitjes of wist je datjes. Dus... dit is zo'n herkenbaar iets. Op school heb ik ook wel echt wel een paar keer meegemaakt dat je bijvoorbeeld een werkstuk moet inleveren of je moet huiswerk maken of iets zelf gaan schrijven, een tekstje zeg maar. En dat ik ook te laat was en dan vraag je het aan andere leerlingen en op een gegeven moment hebben 5 mensen hetzelfde en dan gaat het gewoon opvallen. En dit ook. Als je 18 dezelfde dingen hebt, dat klopt niet. Dus dan gaat het opvallen. Dus als je gaat afkijken, doe maar niet. Maar als je dat gaat doen en je gaat elkaar naapen, doe het dan goed. Andere onderwerpen en een beetje andere tekstjes en zo. Dat werkt, ik denk dat dat beter is. Mijn vraag is, wie van jullie heeft zijn of haar werkstuk laten kopiëren? Ik en Soraya, wij waren het. Oh. Gaan jullie maar naar de mediatheek. Hij gaat het toegeven. Met een nieuw werkstuk. En jullie blijven even zitten. Kijk, als je nu al het geld mag houden en al die... stel, al die leerlingen komen nu naar hem toe en zeggen van... yo, hey Farid, we willen ons geld terug. En ze zeggen, hij zegt gewoon van... piep, jullie. Dan kan hij alsnog naar het pretpark met zijn zusje. Natuurlijk ook een nieuw werkstuk maken. Ja. Maar daarvoor komen jullie woensdag de hele dag naar school. Woensdag? Ja. Ze moeten nablijven. Maar woensdag zijn we vrij. Ja, iedereen is vrij, behalve jullie. Zou ik u misschien wat kunnen vragen over het werkstuk? Ik heb geen zin in jouw smoesjes en excuses, sorry. En omdat wij woensdag vrij zijn, hadden we bedacht om met haar naar het pretpark te gaan. Het is dus niet voor onszelf, maar voor haar. Voor Nouria, om haar een leuke dag te bezorgen. Nou. En misschien verandert dat niets aan de zaak, maar ik vind wel dat u moet weten waarom we het hebben gedaan. En dat... gaat hij het geloven? Nee. Nou ja, dat verandert inderdaad niets aan de situatie. Dus woensdag 9 uur... Nou. En dus melden Farid en Soraya zich op woensdagochtend ze om 9 toch uur op school. Ze moeten toch nablijven. Je moet toch gewoon naar binnen. Aan het werkstuk. Ik wil natuurlijk dat jullie ook een nieuw werkstuk maken. En dat jullie daar je stinkende best voor doen. Maar niet vandaag. Wij gaan naar Arnhem. Daar woont jouw zusje, toch? Ja. Nou, gaat meneer Volmers... nee, niet meneer Volmers. Van Morselt. Volgens mij is het Van Morselt. Jezus. Jongens, het is echt veel te lang geleden dit. Ik begin gewoon echt een oude brugklasser te worden. Oh, ik weet het gewoon allemaal niet meer. Meneer Van Morselt, dat is het. Meneer Van Morselt gaat hun gewoon brengen naar het pretpark. En dat vind ik hartstikke lief, meneer Van Morselt. Wat doet u dat toch goed? Een beetje meeleven, hè? Met de leerlingen. Een beetje cool popiopie blijven. Lekker bezig. Nou ja, Soraya vertelde mij waarom jullie dat geld wilden verdienen. Ja. En de manier waarop is natuurlijk helemaal niet oké, hè? Maar het heeft de zaak toch wel een beetje veranderd. Farid komt net uit de Engelse les van de wilde. En heeft een belangrijk proefwerk teruggekregen. Wat heb je? 7,6 man. 7,6? Hey, big flex, Farid man. Iets minder goed cijfer. Wat heb je dan? 4,8. Uh-oh. Iets minder goed cijfer. Wat heb je geleerd dan? Wiskunde. Nou, lach maar. 4,8. Mijn pa die gaat hier echt niet blij mee zijn, man. Hoe is het mogelijk dat jij zo ongelooflijk dom bent? Misschien heb ik dat wel van jou. Sorry. Oh. Wat zei je daar? Oh, hij wordt... herhaal dat nog eens. Niks. Dat dacht ik al. Dit is niet goed, jongens. En nu? Ik haal mijn cijfers wel op, oké? Ophalen, je probeert altijd smoesjes met ophalen. Weet je wat jij bent? Je bent echt een ongelofelijke loser, weet je dat? Wat ben jij? Wat? Die vader is echt heel heftig. Zo. Ik snap wel dat twee die onvoldoende had. Had ik ook namelijk toen ik bij mijn eigen ouders woonde. Echt niet dat je kan concentreren namelijk. Wat ben je? Volgens mij wordt hij... dit is een beetje kindermishandeling, jongens. Hij wordt gewoon door zijn vader opgewacht op school. Ja, omdat hij een onvoldoende heeft, wordt hij in elkaar geschud zo. Nee, volgens mij heeft hij geen hele goede thuissituatie op het moment. Een loser. Nog een keer? Ik hoor je niet. Een loser, pap, kunnen we gaan? Ik ga. Jij ziet maar wie je thuis komt. Oh, stel je vader komt je ophalen en hij zegt van... ik ga! Jij ziet maar hoe je thuis komt, je loopt maar! Dat is helemaal niet leuk. Dat is echt niet leuk. Ik vind het gewoon zielig. Zielig voor die jongen. Mijn pa me sloeg toen school belde dat ik misschien zou blijven zitten. Dat ik daarna dan 2 dagen niet naar school kon, dat is dan toch ook mijn schuld? Wat heeft je vader je zo hard mishandeld dat je 2 dagen niet naar school kan? Daarom lijkt het juist beter dat je vertelt tegen iemand van school. Ja. Ik heb me wel, ja?
Ik ga naar huis. Jongens, als jullie dit meemaken, praat erover met andere mensen. Want dit is het beste. Als hij bijvoorbeeld nu naar iemand van school gaat en zegt van... yo, dit is mijn thuissituatie, het gaat niet helemaal lekker. Kunnen mensen je helpen en blijf niet vastzitten in het moment. Goeie tip, hè? Dat is echt vet. Ja, ik weet niet. Ik schud dat zo uit mijn mouw gewoon. Gaat het over Ferdy? Hij heeft toch gewoon onvoldoende gehad voor Engels? Mm-hmm. Oh, nu gaat Farid het vertellen. Vader daarop reageerde en dat was echt niet fijn om te zien. Hij noemde hem dom en een loser. Eigenlijk was het gewoon mishandeling. Weet je het zeker? Want iemand beschuldigen van mishandeling, dat is niet niks. Nee, dat is niet niks. Maar hij heeft wel gelijk. Hij heeft gelijk. En hoe hij hem net vastpakt en door elkaar schudde. Dat is gewoon niet normaal. De school heeft de kinderbescherming gebeld. Uh-oh. Heb je me gesnitcht? Ik wil helemaal niet opnieuw beginnen. Uh-oh. Ik wil niet een nieuw gezin. Op een nieuwe plek, met een nieuwe school, nieuwe vrienden. Nieuwe leraren, dat wil ik niet. Bepaal jij dat? Allemaal vast wel goed. Dat is wel echt... Dat is lastig. Kijk, bijvoorbeeld Farid wil gewoon een vriend helpen. Maar uiteindelijk doe je het nooit goed. Omdat die vriend wordt dan weer boos op Farid. Van, yo, laat me met rust. Het is mijn ding. Wat ook logisch is. Maar misschien is wat Farid heeft gedaan wel het beste. Want hij helpt wel zijn vriend. Het komt niet goed. Het komt niet goed. Ja, jongens en meisjes, daar wordt de aflevering mee gestopt. Met iemand die zegt, het komt niet goed. Maar ik zou jullie vertellen, het komt altijd goed. Want op een gegeven moment zijn er vaccins en dan kunnen we weer gewoon normaal leven. Maar goed, ik ga ook de video afsluiten. Ik vond het hartstikke leuk om weer een keer naar een brugklasvideo te kijken. En ik ga dat zeker vaker doen. Maar goed, vond jij ook deze video leuk? Laat er een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.